Oké, nou welkom allemaal. Leuk dat jullie er zijn. Leuk dat jullie kijken. Wij kunnen jullie verder helemaal niet horen, dus ik hoop dat jullie ons wel kunnen horen. Meteen even praktische puntjes aan het begin. Laat het ons even weten als er iets misgaat, als jullie iets niet kunnen zien. En er zit als het goed is een chatbox aan de zijkant. En daar kunnen jullie de vragen stellen of opmerkingen maken. Ook dus voor vragen, als je die hebt tijdens de presentatie, stel ze even in de chatbox. En dan komen wij daar later op terug. Yes. Oké, dan zullen wij ons eerst even voorstellen om te beginnen. Voor de mensen die het nog niet weten, wij zijn van MindDistrict. MindDistrict is een online platform eigenlijk voor behandelingen voor mensen met psychische problemen. Wij maken modules waarbij we mensen met psychische problemen proberen te helpen. Mijn naam is Renske. Ik werk hier als intervention developer, wat inhoudt dat ik mij met de inhoud echt bezighoud. En ik hou me ook veel met het schrijven van de modules bezig. En naast mij zit Bobby Voeten. Je kan zich ook even voorstellen. Goedemiddag, mijn naam is Bobby en ik werk best nauw samen met Renske, want ik zit meer aan de creatieve kant van de modules. Dus ik maak vooral de illustraties en animaties die zowel in de modules voorkomen als illustratief werk wat wij gebruiken bijvoorbeeld voor onze app. Ik werk hier dus tegelijkertijd met Renske en wij werken vaak samen aan de modules, aan de teksten en aan de creatieve content die daarin komt. En ik zal later wat meer illustratief werk laten zien. Yes. Dan gaan we beginnen. Wat gaan we vandaag doen? We gaan het ten eerste gaan we het hebben over denkstijlen. En vervolgens gaan we ook in combinatie eigenlijk met die denkstijlen kijken naar onze depressiemodule. Wat een erg belangrijke module voor ons is. En we gaan dan ook kijken naar de vernieuwingen die wij in onze module hebben doorgevoerd. En tenslotte gaat Bobby dus nog iets vertellen over de nieuwe illustraties die erin staan. Eerst even voordat we beginnen, het is misschien grappig voor jezelf om even dit lijstje door te lezen en te kijken van welke van deze gedachten komen mij bekend voor. Zoals altijd, ik sta altijd voor de langste rij voor de kassa en niets gaat zo makkelijk als het lijkt. En mijn sleutels zijn altijd op de laatste plek waar ik zoek. Waarschijnlijk zijn het gedachten die iedereen van jullie wel eens heeft gehad. Als je even een beetje chagrijnig bent of niet zo lekker in je vel zit. Maar dit is eigenlijk nog even een klein grapje aan het begin. Want dit zijn regels van de wet van Murphy. Die zei dat alles wat mis kan gaan ook misgaat. En ze zeggen wel eens dat Murphy een optimist was. Maar als je dit lijstje zo ziet, dan durf ik dat nog wel te betwijfelen. En dan over gedachten op zich. Het is soms voor mensen is het nog wel eens moeilijk voor te stellen dat gedachten echt zoveel invloed op hebben. Je denkt het is iets heel abstracts eigenlijk. Hoe kan dat nou ja, echt uitmaken? Maar er is toch wel vrij veel onderzoek geweest dat laat zien dat je gedachten echt veel invloed hebben op je emoties en ook uiteindelijk op je gedrag. Dat is bijvoorbeeld ook waar de cognitieve gedragstherapie op gebaseerd is van Beck. Waarbij je eerst je gedachten gaat aanpakken, vervolgens gaan emoties dan mee en vervolgens wordt ook het gedrag aangepast. En denkstijlen zijn eigenlijk ja, soort gedachten die routine zijn geworden. Waar veel mensen dus ook bijvoorbeeld die depressie last van hebben. Het zijn een soort van ingesleten patronen. En wij hebben er bewust voor gekozen om het geen denkfouten te noemen, hoe het ook wel eens wordt genoemd. Eigenlijk omdat ja, denkfouten, als je denkfouten noemt, dan zeg je eigenlijk meteen al van hé, jij doet iets fout. En mensen die al negatief denken over zichzelf, kunnen dan eigenlijk heel snel
zichzelf ook weer gaan afstraffen om de gedachten die ze hebben. En het is ook eigenlijk niet het idee, in ieder geval niet onze insteek in de modules, om de denkstijlen en dus de denkfouten echt te veranderen. Maar meer om er ten eerste bewust van te worden. En verder om er ook op een andere manier naar te gaan kijken en er op die manier op een andere manier mee om te gaan. En dan het bruggetje naar depressie en onze depressiemodule. Wij hebben depressie eigenlijk als een van de eerste modules zijn wij afgelopen jaar zijn we daarmee aan de slag gegaan. Om het eigenlijk een make-over te geven. En waarom dan als eerste depressie? Dat is eigenlijk omdat het gewoon zo'n belangrijk onderwerp is. Er is ook heel veel aandacht voor, ook van de overheid de laatste tijd. Het komt gewoon nog steeds heel erg veel voor. We hebben nog van tevoren even wat cijfers opgezocht en dat is nog steeds iets van 500.000 mensen per jaar hebben überhaupt last van een depressie. Nog steeds zelfmoorden komen ongeveer 5 keer per dag voor. En nog eens iets van 14.000 pogingen per jaar. Dus dat is natuurlijk ontzettend hoge aantallen zijn dat nog steeds. Dus die depressiemodule is voor ons gewoon heel belangrijk. En wij willen gewoon zorgen dat dat er zo goed mogelijk uitziet. En wij gingen afgelopen jaar gingen we eigenlijk ook nadenken over wat hebben mensen met een depressie nou echt nodig in een module? Wat kunnen ze lezen? Wat voor ondersteuning hebben ze nodig? Veel van onze modules die waren nog online modules zijn vaak nog met lange teksten. Sowieso veel pagina's op internet die over depressie gaan, die zijn vaak heel, heel lang en veel informatie staat erin. En dat is eigenlijk juist wat mensen met depressie heel moeilijk vinden om dat allemaal door te gaan lezen. Ze hebben daar eigenlijk de concentratie niet voor, de motivatie vaak ook niet. Dus met die ideeën gingen wij nog eens naar onze modules kijken en ook naar de rest van de modules. Wilden we daar nog eens een extra blik op werpen eigenlijk. Van hoe kunnen we dit aanpakken? Hoe kunnen we ze nog beter laten aansluiten? We gingen dus toen ook een beetje nadenken van zijn we vastgeroest in onze ideeën over hoe het moet zijn? Moeten we het helemaal gaan omgooien? En eigenlijk in eerste instantie wat wij meestal doen als we een module gaan maken, dus als we beginnen met het maken van een module, dan beginnen wij met intervention mapping. Daar zie je hier een overzicht van. En dat begint altijd met de analyse. Dan gaan we eigenlijk heel veel onderzoek doen naar van wat is de achtergrond van mensen met een bepaalde diagnose, wat zijn de klachten. Maar we gaan ook heel erg ervaringen uitvragen bij mensen die het zelf hebben, bijvoorbeeld mensen zelf met een depressie. En we gaan ook experts vragen, dus hulpverleners vragen wij dan wat zijn jullie ervaringen ermee? Want vaak hebben hulpverleners, die hebben heel veel gezien ook gewoon en weten vanuit de praktijk dat bepaalde dingen wel goed werken, andere dingen minder goed. En tenslotte hebben we natuurlijk ook nog de literatuur die we er goed bij pakken. En goed kijken van welke behandelingen werken. En hoe kunnen wij dit omzetten naar een online behandeling. Vervolgens dan stellen wij een aantal doelen. Van wat willen wij eigenlijk bereiken met deze module. Wat moet er aan het einde van de module gebeurd zijn eigenlijk met de cliënt. Voelt hij zich beter? Denkt hij op een andere manier? Wat zijn de voordelen daarvan? Vervolgens gaan wij een echt concept maken, wat we nog een paar keer heen en weer schuiven, wat aanpassingen aan doen, totdat we er helemaal tevreden over zijn. En dan gaan we over naar de productie. En nadat het geproduceerd is, gaat het over naar de implementatie, dus dan wordt het uitgegeven naar de hulpverleners en die gaan ermee aan de slag.
En vervolgens is er ook de belangrijke evaluatiefase, waar we dus eigenlijk weer een beetje terugkwamen bij ons punt ook van we gingen op een andere manier naar onze modules kijken. En we hadden ook wel eens van de evaluaties van de modules eigenlijk hetzelfde gehoord. Van ja, soms zijn de pagina's misschien nog net wat lang. Of iets wat we ook vaak hoorden was van, kan het niet bijvoorbeeld inmiddels al de mobiele telefoon? Want dat heeft iedereen bij zich en dan kun je makkelijker mee in de gang. En wat we in ieder geval ook nog dachten, we namen dat dus mee. En tegelijk wilden we graag in de modules meer BCT's verwerken. Dat zijn behavioral change techniques. Dit zijn daar een paar van. Zijn ontwikkeld door Michi. En ja, die helpen heel erg eigenlijk bij de gedragsverandering. Bijvoorbeeld dus feedback en monitoring. Dat de cliënt bijvoorbeeld feedback krijgt van een hulpverlener online. Maar ook dat hij zichzelf bijvoorbeeld kan monitoren van dat hij een dagboek invult bijvoorbeeld. Waarin hij beschrijft wat hij heeft gedaan de afgelopen dagen. En dat dan kan vergelijken met de vorige week bijvoorbeeld, et cetera. En goals en planning spreekt ook wel een beetje voor zich. Dat cliënten dus echt doelen stellen, duidelijk voor zichzelf. En social support is ook, dus andere mensen erbij betrekken. Daar laten we later ook nog wat van zien, dat we dat er ook bij hebben proberen te brengen. Shaping knowledge heeft te maken met nog meer kennis geven. Maar ook op een zo duidelijk, overzichtelijk mogelijke manier kennis geven. En rewards en achievements is ja, dus eigenlijk een soort beloning geven. Daar hebben we heel lang ook over nagedacht van ja, hoe kunnen we dat nou doen? Op een hele simpele manier eigenlijk. En daar hebben we ook een draai aan gegeven. Nou, wat hebben we veranderd uiteindelijk? We hebben ten eerste hebben de pagina's heel erg ingekort. En ze geprobeerd zo motiverend mogelijk te maken. We hebben ook heel erg gekeken naar de teksten van ja, hoe kunnen we ze nog activerender maken? Hoe zijn ze duidelijker? Gebruiken we niet te moeilijke woorden bijvoorbeeld? En bijvoorbeeld ook met teksten kun je soms iets meer op emoties inspelen of juist minder op emoties inspelen. En dat hebben we ook geprobeerd te doen. En verder is de belangrijkste vernieuwing eigenlijk die we dus hebben doorgevoerd, omdat we dit dus ook vaak hoorden, dat het nu op de mobiele telefoon gebruikt kan worden. Dus de modules zijn beschikbaar op de mobiele telefoon. Waardoor de cliënt dus eigenlijk overal aan de slag kan. Hij kan thuis aan de slag, maar ook in de trein als hij daar internetverbinding heeft. Soms kan het zelfs zonder internetverbinding, dus op elk moment kan hij eigenlijk aan de slag. En wat ook ingevoegd is, is dat de cliënt elk moment kan stoppen met de module en dat dat meteen wordt opgeslagen. En dat de volgende keer dat de cliënt naar de module gaat, dat hij meteen weer op hetzelfde moment verder kan. Verder zien jullie hier al een telefoon en een beetje hoe het eruit ziet. Dit is een belangrijke pagina die we hebben ingevoegd. Dit is Send Your Answers. Dat is dus eigenlijk dat je de antwoorden die je hebt gegeven stuur je naar je hulpverlener. En die worden dan door de hulpverlener bekeken en de hulpverlener kan daar ook antwoord op geven. En je start dan eigenlijk meteen een gesprek ook met de hulpverlener. Dus stel hij heeft feedback gegeven en de cliënt die vindt er wat van, dan kan hij daar weer een antwoord op geven en de hulpverlener kan daar weer antwoord op geven. Maar uiteraard kunnen ze het er dan ook over hebben tijdens een sessie bijvoorbeeld, tijdens de volgende sessie. We hebben ook nog een versie nu van onze modules wat we de zelfhulptraining noemen. En daarbij hoeft de cliënt geen antwoorden te versturen naar de hulpverlener. Alleen kan hij zelf nog wel even met eenzelfde soort pagina als deze
de antwoorden nog eens een keer bekijken aan het einde. Als hij dus een heel stuk heeft ingevoerd, kan hij zelf nog even kijken van, oh ja, wat heb ik eigenlijk ingevuld bij al die pagina's en krijgt daar een mooi overzicht van. Vaak kunnen cliënten dan ook beter zien, even van, oh ja, klopt dit eigenlijk wel met elkaar? Of hey, hier is toch iets geks gegaan in hoe ik iets beredeneerd heb. Of dit is toch wel opvallend. En dat kan voor de cliënt ook heel goed werken om dat te zien. Wat een andere belangrijke verandering is, is de milestone die we hebben ingevoegd. Dat is eigenlijk een beetje de manier waarop we een beloning hebben proberen in te voegen. Het werkt namelijk zo dat je eigenlijk, je maakt een stukje van de module en als er echt een stukje is afgerond, als het bijvoorbeeld best ook een pittig stuk was om te maken, dan zetten we aan het einde zo'n milestone. Om even de cliënt toch een soort van ondersteuning te geven, van ja, je hebt toch iets goed gedaan. Je bent goed bezig, je bent goed op weg en dat is ook al heel wat. Het is maar een heel klein iets, maar we hebben toch gemerkt dat dit voor mensen fijn werkt. En ja, vaak kunnen ze inmiddels, dat is op dit plaatje nog niet zo goed te zien, maar inmiddels kunnen ze ook zien hoeveel milestones er gaan komen. En dat staat dan in een rondje en dan kun je vervolgens steeds zien van oké, ik heb zoveel milestones gehad. Ook bijna een beetje om een soort van spelelement aan te brengen. En dan gaan we eigenlijk over naar de illustraties. Bobby, kun jij daar wat meer over vertellen? Ik zal een beeld een beetje draaien. De illustraties, dat is dus iets waar ik een aantal maanden geleden mee ben begonnen. Er zijn best wel veel verschillende dingen de revue gepasseerd aan stijlen, aan type illustraties die zijn ontwikkeld. Dus ik neem jullie er eventjes snel doorheen. Probeer ik te onderbouwen waar ik tot nu toe aan heb gewerkt. Ik heb de modules eigenlijk op twee verschillende manieren benaderd. Meer vanuit de menselijke kant, maar ook meer vanuit een wat fantasievollere kant. En daarvoor heb ik vier soort van fantasy characters ontwikkeld. Wat representeren deze vier poppetjes, om zo te zeggen? Is het meer verbonden aan soms het mannetje wat zeg maar op je schouder kan zitten en een bepaalde moed kan hebben of een bepaalde boodschap in je oren kan fluisteren, zoals we dat allemaal wel herkennen. Dus het is meer iets wat in ons hoofd leeft. De reden waarom dit zeg maar zo is ontwikkeld is omdat het ook wat meer gender neutral is. Eigenlijk ook niet speciaal een ras is. Dat is wel het voordeel. We willen wel mensen zich beter kunnen identificeren met de characters, zonder dat daar te veel aan vast zit qua huidskleur of geslacht of leeftijd. Dus de benadering is meer vanuit eigenschappen. Dus ieder character heeft een beetje zijn eigenschappen. De ene is wat meer iemand die op motivatie nodig heeft en een beetje een downer is. En de andere is wat vaker wat vrolijker of wat sportiever. Of de andere is wat rationeler en de ene is wat meer gevoeliger. En zo kennen we allemaal ons wel in dit soort persoonlijkheden. Uiteindelijk vervangt het tot nu toe best een groot deel van de foto's, zeg maar. Even kijken, volgens mij. Uiteindelijk vervangt het best een groot deel van de foto's die we in de content hebben. En dat komt ook gewoon omdat we wat meer bewegingsruimte hebben om bepaalde acties of gedachten uit te beelden. Want wat dat betreft hebben we met illustraties of animaties gewoon meer creatieve mogelijkheden. En ook heel belangrijk is, even kijken, komt hier een vraag voorbij? Oké, dat is voor straks.
Wat ook belangrijk is, dat ik ben eventjes de draad kwijt, is dat de Mind District gevoel erin zit. Dus ik heb de vier basiskleuren van Mind District erin gebruikt. Het groen, donkerblauw, donkergeel en het paars. En daar complementaire kleuren bij bedacht. Er is ook een andere stijl ontwikkeld. En dat heeft meer te maken met de wat menselijkere kant. Dus geen fantasy characters. Nou, dit is bijvoorbeeld een afbeelding die ik heb gemaakt voor die gaat over zintuigen, die we vaak moeten gebruiken. Maar wel is de lijnen en het lijnenspel en de kleuren moet wel identificeerbaar zijn met de andere characters in de modules. En moet er wel een lijn gaan ontstaan. Dus het is een relatief jong proces. We zijn ook altijd enorm benieuwd zeg maar, hoe mensen daarover denken. Dat we dit soort characters toepassen. En hoe ze zich daarbij bij voelen eigenlijk. En dat is wat dat betreft wat het was over het illustratiedeel. Ja. Oké, ik zal het scherm ietsje terugdraaien. We gaan nu ook echt even naar de modules kijken. We wilden dat eigenlijk eerst even op de telefoon laten zien. Oké, dan kunnen jullie meteen ook even zien de app, hoe die eruit ziet. Inmiddels hebben we, zoals jullie zien, hier een pincode ook voor ingesteld. Zodat de gegevens van de cliënt ook veilig zijn. We merkten dat de cliënt het soms nog wel wat vervelend vond, dat ze best wel makkelijk konden in- en uitloggen, omdat ze dan dachten, ja, dan kunnen anderen ook makkelijk bij mijn gegevens. En vaak zetten ze toch wel best wel vertrouwelijke dingen in de app. Ik laat jullie nu even zien, de module depressie, even snel een overzicht van. We kregen net ook nog een vraag binnen van wat is het Send Your Answers plaatje, dus ik hoop dat we daar ook nog even langskomen. Dit is één pagina. En zoals jullie zien zijn het allemaal best wel kleine pagina's, korte pagina's. Met daarin ook heel veel filmpjes. We hebben geprobeerd om er veel filmpjes in te zetten. Omdat die toch vaak hebben gehoord en heel goed aanslaan. Omdat er ervaringsdeskundigen vaak wat vertellen. En ook omdat filmpjes toch gewoon vaak heel makkelijk te kijken zijn. En het is makkelijk even tussendoor te doen voor een cliënt. Hier zie je bijvoorbeeld een ervaringsdeskundige. Die dan wat vertelt over haar ervaringen met depressie. Hier nog meer. We hebben ook voor gezorgd dat er een beetje keuze is in wat voor persoon mensen kunnen bekijken op het filmpje. Zodat mensen zich er echt mee kunnen identificeren. Hier is bijvoorbeeld een invulvraag van welke klachten heb je? Kan de cliënt aangeven waar die last van heeft? En wat jullie onderin ook nog zien staan, wat een goeie is om even te laten zien, is dat er onderaan de pagina steeds favorite staat en er staat ook nog start conversation. En de favorite knop, die kan dus op elke pagina kan die aangeklikt worden. En die is erin gebouwd zodat cliënten makkelijk weer terug kunnen naar die pagina. Ze kunnen dan bij hun favorieten kijken en snel die pagina nog eens terugbekijken als daar bijvoorbeeld hele belangrijke informatie op staat of dat er iets op staat wat ze echt wel nog goed willen onthouden of bijvoorbeeld een filmpje wat ze heel erg aansprak, dan kunnen ze op favorite drukken. En dan heb je daarnaast heb je start conversation en dat is dus dat bij elke pagina kan de cliënt een gesprek starten met of de hulpverlener. We zijn het ook zo aan het maken dat u ook een gesprek kan starten met een naaste. Dus bijvoorbeeld een vriend of een vriendin of een familielid dat die heeft uitgenodigd. Om vervolgens zeg maar bij de pagina een soort van gesprek te beginnen van kijk wat ik hier lees, kijk wat ik hier heb ingevuld en op die manier ook een soort van meer begrip te geven aan de mensen om je heen. Van kijk, hier ben ik mee bezig. Dit is nou precies waar ik last van heb. Of bij een filmpje bijvoorbeeld van kijk, zij vertelt het precies zoals ik het eigenlijk ook voel.
Dus die mogelijkheid vonden we ook heel belangrijk, om dat ja, toch meer ook te kunnen delen met mensen, als je dat wil. Je kunt dan zelf kiezen wie je daarvoor uitnodigt. Hier komt er nog even voorbij dagboeken. Misschien dat sommigen van jullie hier al wat vaker van gehoord hebben, dat bij onze modules worden ook vaak dagboeken geleverd, online dagboeken. En die worden dan op bepaalde momenten getriggerd. Dan kan de cliënt ermee beginnen. En die kan vervolgens naast het maken van de module, kan die dat dagboek ook gaan bijhouden. Zoals hier bijvoorbeeld het dagboek stemming, waarbij de cliënt kan bijhouden hoe hij zich voelt. Ik ga daar even, want hier is bijvoorbeeld nog een open vraag. Vul ik even snel niks in. Ah, hier hebben we bijvoorbeeld de eerste milestone. Dus je hebt over depressie nagedacht. En met een korte motiverende tekstje eronder. En als jullie goed kijken, zien jullie nu ook boven in de hoek, rechts op het scherm, dat daar nu een eentje staat met een cirkeltje eromheen. Met een heel klein stukje van dat cirkeltje is nu ook groen. Dat je kunt zien van oké, ik ben een stukje op weg in de module en ik heb mijn eerste milestone gehad. Hier hebben we nog een overzichtspagina. Deze is dan net wat anders dan de Send Your Answers, Send Your Answers plaatje wat net voorbij kwam en waar dus nog een vraag over werd gesteld. Maar het komt wel een beetje op hetzelfde neer. Want steeds aan het einde van een stukje, dan kan de cliënt dus zijn antwoorden nog eens bekijken. Hier bijvoorbeeld zie je wat ik nu heb ingevuld. En vervolgens komt vaak dus het blokje Send Your Answers en dan worden ze naar de hulpverlener gestuurd. Ik hoop dat dat nu duidelijk is. Nou, hier verder nog meer informatie. Zoals jullie zien zijn de velden ook vaak verplicht om die in te vullen. We gaan nog wel in de toekomst ook de mogelijkheid erin zetten dat we kunnen kiezen van welke velden zijn wel verplicht en welke niet. Nou, ik denk dat jullie al wel een beetje een aardig idee hebben gekregen van hoe het er op de app uitziet. Maar wij kunnen natuurlijk niet alleen, de cliënten kunnen niet alleen op de app werken, maar ook gewoon op de computer als ze dat nog willen. En daar ga ik nu even naar overschakelen. Als dat lukt zo snel. Even kijken. Zo. Even kijken. Daar komt ie. Ja, is dit nu? Ja. even zien. Dit is namelijk specifiek het stukje dat gaat over denkstijlen. Dus dat wilden jullie graag even laten zien. Hier zie je ook dat Bobby's illustraties hier veel meer in zitten. Omdat dit eigenlijk een van de eerste stukjes was waar we mee aan de slag gingen. Waar Bobby mee aan de slag ging. En daar staan dus ook de nieuwste illustraties in. Zoals jullie zien is dit ook weer een vrij korte pagina eigenlijk met een heel kort introductietekstje. Het is wel zo trouwens dat we hebben ook wel op een gegeven moment het advies gekregen van maak de pagina's ook weer niet te kort, want dan mis je misschien ook heel veel informatie. En daar hebben we natuurlijk ook wel heel goed naar gekeken van gaan we niet te kort door de bocht en maken we het niet allemaal een beetje te simpel nu. Maar we hebben gewoon echt gekeken van nou ja, wat is het belangrijkste? En wij denken dat we aardig nog de belangrijkste punten erin hebben gehouden. Ja, dat ziet er wel iets beter uit, ja. even kijken. Ja, wat wij ook als een van de eerste dingen hebben gedaan eigenlijk, stonden nog hele lange uitgebreide tabellen stonden er op de pagina's met alle verschillende soorten denkstijlen. En ten eerste dachten we, het waren er uiteindelijk geloof ik een stuk of 25 denkstijlen die we
konden vinden vanuit de literatuur van Beck en wat je op het internet ook tegenkwam van ervaringsdeskundigen nog bepaalde denkstijlen. En we dachten toen eerst van oké, 25 denkstijlen in één keer noemen, dat is wel ontzettend veel werk. Dat is in ieder geval ontzettend veel op één pagina. En we hebben het dus eerst teruggebracht naar 6, de 6 belangrijkste eigenlijk. De 6 die we het meeste tegenkwamen, die mensen het meest herkenbaar vonden. En die 6 hebben we in een overzicht gezet als illustraties. En dit zijn dus ook, ik weet niet Bobby of jij er nog wat over kan zeggen, dat dit dus meer emoticons zijn geworden. Ja, dit is meer een algemene iconische openingsillustratie. Ik probeer ook de verbinding te maken tussen de illustraties die wij gebruiken aan de voorkant. Dus sommige zie je al terug in bijvoorbeeld via mobiel. Dan zie je een iconische illustratie van de module voordat je zeg maar daarmee aan de slag gaat of van een diary. En emojis zijn makkelijk om te scalen en ook om emotie in te stoppen. En daarnaast ook het is ook een keuze geweest omdat het eigenlijk de laatste jaren een ontzettend populair item is om te gebruiken. Om je emoties te beelden of te delen met anderen. Of dat nu via Facebook of WhatsApp is. Dus hier kon ik gewoon de zes denkstijlen samenvatten. Voordat we daar als inleiding mee beginnen aan de module zelf. Yes. Als we dan verder gaan, dan zien jullie dus ook de eerste denkstijl. We hebben het dus eigenlijk heel zo overzichtelijk mogelijk gehouden met eerst in één regel eigenlijk uitgelegd wat het is. We hoopten dat het ook zo eenvoudig mogelijk voor mensen zou maken. Omdat het vaak, als je er nog weer extra tekst omheen gaat plakken om nog meer uitleg te geven, dan kan het soms alleen maar onduidelijker worden. Dus we wilden het echt in één zin proberen te vangen. Dus bij filter bijvoorbeeld, hier richt je alleen op negatieve, neutrale of positieve gebeurtenissen, vallen je minder op of je ziet ze als negatief. En vervolgens hebben we wel een paar voorbeelden nog ook gegeven. Dat bleek ook wel dat heel belangrijk is vaak toch om voor mensen om toch een paar voorbeelden te hebben. En vervolgens wat we ook een belangrijke vonden was dat we mensen zelf de optie hebben gegeven om hier nog een klein oefeningetje mee te doen. Afhankelijk van of ze het herkennen of niet. Het kan natuurlijk zijn dat je zo'n denkstijl leest en dat je denkt, ja, hier heb ik nooit last van. En als je er dan vervolgens wel een opdracht nog over kan maken, dan kan dat ook een soort van frustratie oproepen bij mensen. wordt ondertussen nog een vraag gesteld. Ik zal nog even snel laten zien. Als je hier dus klikt op ja, ik denk ook wel eens op deze manier, dan krijg je vervolgens klappen er nog 2 vragen uit. Waar mensen in eerste instantie kunnen vertellen wat voor gedachten ze dan precies hebben gehad. Dit is ook een beetje om een soort van bewustwording nog meer te creëren. Zo van, oh ja, ik herken dit en wat voor gedachten waren dat dan precies? En dat zorgt er vaak ook voor dat mensen op een later moment, als ze weer zo'n soort gedachten hebben, dat ze meteen denken van, hey, dit komt me nu bekend voor. Dit is vast weer zo'n gedachte. En vervolgens ook de vraag, wat zijn de gevolgen van deze gedachten? Want dat kan ook aangeven, stel bijvoorbeeld je hebt een gedachte gehad van ze gaan me allemaal stom vinden op dat feestje. En de gevolgen waren bijvoorbeeld dat je niet ging naar het feestje, dat je de hele avond thuis zat, maar je wel schuldig voelde. Dat je misschien later schuldig voelde tegenover vrienden. Dat zouden bijvoorbeeld gevolgen kunnen zijn. En als je die gevolgen ziet bij één zo'n gedachte, kun je wel snel gaan denken van wow, dat is toch wel iets waar ik misschien wat aan moet doen. Of waar ik in ieder geval mee moet leren omgaan. Hier dus nog rampdenken. Zelfde opzet eigenlijk weer. Eerst een illustratie van Bobby. Ook om dat gevoel er een beetje bij te brengen. En in één zin weer een uitleg, vervolgens voorbeelden. En vervolgens kunnen mensen weer zelf kiezen
denk je wel of niet op deze manier? En dit is op deze manier gedaan eigenlijk voor die eerste zes. Voor de eerste zes denkstijlen. En aan het einde staan hier ook nog weer een paar ervaringen van anderen. Hoe zij met denkstijlen omgingen. Welke denkstijlen ze het meeste hadden. Wat ze het lastigst vonden, maar ook hoe ze hebben leren om ermee om te gaan. En nu zullen jullie misschien denken van, oké, jullie hadden eerst 25 denkstijlen. Waar zijn die gebleven? Want dit zijn er maar zes. Dat hebben we op deze manier opgelost. We hebben één pagina ingebouwd in de depressiemodule, waar mensen eigenlijk helemaal vrij de keuze krijgen of ze nog met andere denkstijlen willen oefenen. Dat is dus deze hele lijst. En mensen kunnen dan vervolgens, dat gaat hier even niet lukken, omdat dit een testplatform is, maar mensen kunnen hier aanklikken. Van stickers plakken wil ik misschien nog wel naar kijken, doordat ze dan de kleine beschrijving eronder lezen en denken, ja, dit doe ik misschien ook wel eens. Emotioneel denken kunnen ze, dat doe ik misschien niet. Generaliseren wel. Meten met twee maten wil ik misschien nog even oefenen. En op deze manier hebben ze eigenlijk heel erg zelf de keuze van waar wil ik naar kijken, wat vind ik herkenbaar. Op die manier geef je ook een beetje de eigen regie eigenlijk aan de cliënt over. Ik denk dat dat eigenlijk het belangrijkste was voor de modules en de presentatie. En ik ben heel erg benieuwd of er nu nog vragen zijn. We hebben al een paar toegeschoven gekregen. Even kijken of ik nog weer de presentatie terug kan vinden. Kun je proberen? Volgens mij, je was er al. Sorry. Ben ik er al? Ja. Het is me al gelukt. Eerst nog even snel een paar conclusies die wij hier uitgetrokken hebben in ieder geval. Misschien dat jullie daar nog aanvullingen op hebben, dan horen we het ook graag. Laat het ons weten. Eén conclusie is in ieder geval dat de nieuwe stijl van de module erg geschikt is voor de doelgroep depressie. Ook omdat we dit natuurlijk op elkaar hebben afgestemd. En omdat het dus gewoon veel simpeler is en minder concentratie vereist en op elk moment te stoppen is. En dat de nieuwe stijl van de modules de uitleg van de denkstijlen ook eenvoudiger heeft gemaakt en ook interactiever, doordat mensen zelf meer keuze hebben in welke oefeningen ze willen maken. En dan is dit iets goeds voordat we naar de vragen gaan, voor iedereen die zit te kijken, om eens even, in ieder geval vandaag, het hoeft niet per se nu, maar probeer vandaag eens even vijf dingen te bedenken waar je dankbaar voor was. En het klinkt misschien een beetje zweverig, maar het is echt bewezen dat je hier een beter gevoel van krijgt. Dus dat is misschien een mooie afsluiter. En dan ga ik nu kijken naar de vragen. Er wordt hier al druk geschreven ook. Dus even zien. Even kijken. Is deze behandelmethode al onderzocht op klinische effectiviteit? Wordt er gevraagd. Dat is... Het is in ieder geval zo dat wij de behandelingen die wij eigenlijk in de modules gebruiken, die zijn allemaal gebaseerd op onderzochte technieken. Dus waar de effectiviteit van bewezen is al inmiddels. Het is allemaal gebaseerd op wetenschappelijke artikelen, wetenschappelijke boeken. Behandelingen die in de praktijk ook gebruikt zijn. Maar je kunt natuurlijk inderdaad je afvragen van hoe vertaalt dat zich dan vervolgens naar zo'n online module en werkt dat dan ook echt? En daar zijn we in ieder geval nu zijn we heel erg hard mee bezig om dat zo goed mogelijk uit te zoeken hoe dat precies zit met die effectiviteit. Doordat we inmiddels een paar mensen hebben aangenomen die echt vooral zich op de data focussen. En dus gaan onderzoeken van hoe goed maken mensen het af, zo'n module, wat hebben ze eraan? En wij hopen eigenlijk op die manier zo snel mogelijk hopen er antwoord op te krijgen. Of de modules eigenlijk net zo goed werken of beter misschien werken zelfs nog dan
dan de bestaande behandeling al. Verder wordt hier een vraag gesteld en wordt in onderzoek onderscheid gemaakt in effectiviteit op de telefoon of de computer. Dat is inderdaad ook een hele interessante vraag. Wij zijn dus eigenlijk net begonnen met die online app. Die is sinds kort is die echt volop te gebruiken. We gaan er zeker ook inderdaad naar kijken hoe het zit met het verschil in effectiviteit daartussen. En of bijvoorbeeld de telefoon misschien beter werkt of de computer werkt. Op het moment kunnen we daar helaas nog niet zoveel over zeggen. Even kijken. Wil jij hier nog wat over zeggen? Iemand? Ja, ik heb de vraag gekregen, wat zijn emojis? Sorry dat ik daar standaard ben van uitgegaan, want iedereen weet dat die term is. Maar eigenlijk refereer ik naar de smiley-icoontjes die ik gebruik. Dus de ronde gezichtjes met een gezichtsuitdrukking. Dus dat zijn inderdaad ook de smileys die je vaak gebruikt als je met iemand een WhatsApp-bericht hebt of via Facebook. Dus eigenlijk in de laatste jaren zijn het steeds vaak emojis genoemd, omdat smiley eigenlijk refereert naar vooral zeg maar het blije gevoel. En de emojis zijn om heel veel verschillende emoties uit te drukken. Dus emojis verwijst eigenlijk naar emotions, zeg maar. Dus bij deze antwoord op die vraag. Yes. Ik weet niet, er wordt nog druk geschreven. Voor de vragen. Is er nog eentje? Deze hadden we volgens mij inmiddels al beantwoord. Ja, dan zullen we heel even wachten. Ja, er komt er iets. kun je de apps ook via de computer aan de patiënt geven? Dat is een goede vraag, inderdaad. Het is in ieder geval zo dat de app van MindDistrict op zich is gewoon te downloaden in de App Store. En de cliënt die kan dan inloggen met zijn gegevens die hij ook heeft voor op zijn desktop, voor op zijn computer. En de modules inderdaad die in de app zitten, dus die ik bijvoorbeeld net ook liet zien op de telefoon, die zijn inderdaad gewoon ook via de computer aan de cliënt te geven. Dus ik hoop dat het duidelijk maakt. Eigenlijk is de... Voor de behandelaar zelf is het geven van de nieuwe modules die ook op de mobiele telefoon gemaakt kunnen worden eigenlijk praktisch hetzelfde als dat ging met modules die gewoon op de computer gemaakt worden. Yes, next question. Komt deze module ook in de catalog? Wordt er gevraagd. Ja, in principe wel. Het gaat er vooral eigenlijk om, hangt er een beetje vanaf of deze modules ook zijn aangekocht. Of de modules al voor de instelling beschikbaar zijn. Het is in ieder geval geloof ik zo dat modules die al aangekocht zijn, die er nog bijvoorbeeld zoals depressie... waar ook nieuwe van zijn gemaakt, die worden eigenlijk automatisch worden de nieuwe dan ook aan de catalogus toegevoegd van de mensen van de instelling. Ik hoop dat een beetje een duidelijk antwoord is. Laat het me weten als het nog onduidelijk is. Ja, precies. Dus hier staat nog inderdaad bij van vraag het ook na... gewoon bij je eigen instelling van hebben wij die modules al en kunnen wij die eventueel nog inkopen bij MindDistrict. Nee. Verder geen vragen? Okay. Dus nog even te kijken, we hebben hier één deelnemer nog hier zitten, of die misschien nog vragen heeft. Nee, geen vraag voor nu. Oké. Nou, dan hebben we ook, volgens mij is het precies 12:45. Ja, exact. Ja. Dus dat is mooi gelopen. Allemaal heel erg bedankt voor het kijken. Als jullie nog vragen hebben na de webinar, jullie kunnen ons ook mailen. Wij horen het altijd graag. Ook opmerkingen nog, maak ze. Als jullie opmerkingen hebben over de illustraties, laat het ons ook weten wat jullie daarvan vinden. Dat vinden we ook altijd leuk om te horen.
En vergeet niet om vandaag nog 5 dingen te bedenken waar je dankbaar voor bent. Oké? Tot ziens!